Heb je het gelezen ook, vrienden, weer, van de Linda? Ze heeft dus besloten om helemaal niets meer te zeggen. Helemaal fout. En dat is dus helemaal fout. En ik kan dat zeggen, vrienden. En waarom kan ik dat zeggen? Want jullie kijken hier naar een ervaringsdeskundige op dit gebied. Ja, en die is zo zuinig ook. Ja, want in 1996 ging het duo Spaan-Vermeegen uit elkaar. Ja, en toen de media, nou die hadden een honger naar hoe kon dat nou? Wat was daar gebeurd? En die wilden maar weten waarom het duo uit elkaar ging. En ik zei niks. Ik had toen besloten om mijn mond te houden. Ik denk, ik ga niet in elk detail vertellen waarom ik precies daarmee gestopt ben. En wat gebeurde er toen? Toen kreeg je dus allerlei wilde verhalen, want het echte verhaal is als volgt. Ik had er genoeg van, allerlei ergernissen hadden zich opgestapeld en ik had geen zin meer in het duo. Ik ging naar John de Mol toe toen en ik zei, John, moet je luisteren, ik wil verder solo, kan dat bij jou? Geen enkel probleem, zei John, dat gaan we doen. Alleen, zegt hij, je gaat niet naar Sport 7, want daar was hij toen net mee bezig. Want dat risico is veel te groot. Als het misgaat met Sport 7, dan ga jij mee ten onder. Dus dat doen we niet. Punt. Dat was hem. Maar in de media verschenen allerlei andere verhalen. Gewoon door gespeculeer en door een paar interviewtjes die Spaan wel gaf. En wat gebeurde er? Toen werd het beeld geschetst dat ik achter de rug van Spaan om naar John de Mol was gelopen om naar Sport 7 te gaan. En daarom was hij uit het duo gestapt. Ja, ja. Dus je begrijpt, ik had er toen spijt van dat ik mijn mond had gehouden. En daarom, de Linda, wat kan het je nou schelen allemaal? Wat al die anderen zeggen, wat Bo zegt en wat die Goossens zegt en zeker wat Angela de Jong zegt, kan het je nou schelen? Jij moet er gewoon voor zorgen dat er niet allerlei wilde verhalen rondgaan straks. En dat kan je doen door nu alsnog jouw verhaal te vertellen. En doe dat. Nu kan het nog. Straks is het te laat. En dan krijg je, net als ik, krijg je spijt.